vandaag het tweede deel uit het interview met de fractieleider van de coalitie, Sisko Mar Gayadin, met wie wij dan spraken over de komende begrotingen en de jaarrede van de president. En Gayadin die is er scherp ingegaan op een aantal zaken, waarbij we hem ook vroegen over de komende verkiezingen en de mogelijke samenwerking tussen de VHP en welke andere partijen. U hoort de fractieleider van de coalitie, Sisko Mar Gayadin. Duurzaam beleid van die regering, hoe bereikt u dat deel van die samenleving die in feite geen boodschap heeft aan duurzaam, maar dingen snel gedaan willen krijgen? Nou kijk, twee zaken. Kijk, die wettelijke voorbereidingen. Er is bijvoorbeeld nu binnen Fintech bijvoorbeeld, waar zijn die wettelijke voorbereidingen hebben plaatsgevonden. Dus nu is het een kwestie van zodanig dat het goedgekeurd wordt en dat mensen vrij kunnen werken. Wat samenlevingen betreft, en ik ga u zeggen, hoe soms onderschatten we samenlevingen. Ik heb gezien, zelf in verre achtergestelde buurten, of het nu in India is, of het in China is, of het in andere landen, in Brazilië is. Ziet u die mensen, je zou zeggen die mensen zijn ongeletterd, maar ze zijn in staat met nieuwe systemen te werken. Broeder, if I go, tak im ifeni money en im mampai, gaan ze het kunnen. Wij onderschatten onze samenleving. En ik kan u zeggen, op dit ogenblik, ik keek naar een programma binnen ons betaalsysteem. Als je kijkt naar per transactie, worden meer transacties gedaan door onze Maronbroeders op de internationale markt op dit ogenblik. Als je gewoon naar, niet naar dat bedrag, maar naar aantal transacties kijkt. Dus wat ik daarmee wil zeggen, dat het niet een kwestie is. Vaak denken we, die samenleving gaat het niet kunnen adopteren. Gaat het niet mee kunnen omgaan. Daarom is het zo dat de taak is van de overheid om die condities te scheppen, die regelingen tot stand te brengen en dat bedrijven in staat zijn om die investeringen te doen en het naar het publiek toe te brengen. En het publiek zal het adapteren en gebruiken. Daar gaat het om. Ja, yes. Voor volgens u, heer Gayadin, de grootste of belangrijkste taken, welke zijn weggelegd in deze resterende maanden naar de verkiezingen toe? Ja, dus daar, dat wij als, zeker als coalitie, alles in het werk stellen om die zaken die we voor hadden gehouden aan die samenleving, om die te realiseren. Sommige zaken hebben langer geduurd dan verwacht was. Maar ja, dat zijn de omstandigheden. We wisten niet dat wij meer dan een jaar een COVID-situatie zouden hebben. We wisten ook niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen en dat hele internationale handel verstoord zou worden. We wisten niet dat er onregelmatigheden zich zouden voordoen in het Midden-Oosten, waardoor vrachtvervoer ook verder steeds duurder werd. Dus dat er internationale prijsinflatie, olie zou stijgen, noem maar op. Dat zijn externe invloeden. Maar ik denk dat met alle efforts en alle ook de tekortkomingen er gewerkt is geworden aan een zekere lotsverbetering op basis van waar wij zaten in juli 2020. Dit land en die samenleving was bijna totaal verpauperd. En op basis daarvan is er geregeerd
zijn fouten gemaakt. Ik ga niet zeggen dat alles perfect is gegaan. Maar dan nog, als we naar het eindresultaat kijken, dat we niet alleen nationaal dat zien, maar ook internationaal dat men ons aanprijst van hoe snel dat herstel heeft plaatsgevonden. En dat wij in staat zijn om verdere ontwikkeling te brengen in dit land. U gebruikte daarnet een woord, heer Gayadin. Kunnen we daadwerkelijk nog praten over een coalitie? Nou, kijk, ik denk dat er nog steeds een coalitie is. Ik twijfel niet daaraan. Omdat ik altijd zeg, we hebben politieke partijen die samenwerken. En zeker binnen de Surinaams constellatie. Dat de partijen die met elkaar samenwerken, toch wel grote cultuurverschillen hebben. Dat bedoel ik niet cultuur in de vorm van personen, maar werkwijze van partijen. En dat ga je altijd hebben. En overredingskracht geldt. En dat heeft geleid dat wij tot nu toe toch wel als eindresultaat, laten we zeggen, een positief resultaat hebben kunnen boeken. De VHP is een politieke organisatie die een cultuur heeft om samen te kunnen werken. Dat is de VHP. Andere politieke partijen, gaat u de historie na, wanneer zij met politieke partijen werken, dat zijn juist de andere politieke partijen waarmee ze werken, of absorberen, of splitsen, verdelen. De VHP heeft een andere cultuur. De VHP heeft een cultuur van samenwerken. En daarom hebt u gezien dat elke keer dat er ontwikkeling in dit land is gekomen, dat de VHP altijd daarbij betrokken is geweest als het gaat om ontwikkeling. En u hakt er een hele tijdje met dat bijltje in de politiek, heer Gayadin. En ik weet dat u geen glazen bol voor u heeft. Uiteindelijk is het die samenleving die zal bepalen. Maar hoe ziet u de constellatie straks na 25 mei? Wordt het één partij met meerderheid aan stemmen? Of zie je toch wel weer samenwerking met verschillende partijen? Laat maar één ding duidelijk stellen. De VHP zal gaan en zal streven om meer dan 26 zetels te halen. Maar al zouden wij, en dat stel ik niet uit arrogantie of uit zoals, maar dat is cultuur wat ik daar net heb. Al zouden wij meer dan 26 zetels hebben behaald, dan nog zullen we samenwerken met andere politieke partijen om samen dit land op te bouwen. Omdat het altijd goed is dat je een breder basis hebt als het gaat om ontwikkeling van het land. Dus dat is één kant. Andere kant is, wij zullen alles in het werk stellen om die samenleving te blijven overtuigen. Dat wij niet weer een leiding krijgen dat ons terugvoert en terugbrengt om het verval dat wij hadden in deze samenleving, om daarin terecht te komen. Dus we zullen dat laatste moment strijd leveren en die samenleving blijven overtuigen. En ik ben trots op de Surinaamse samenleving. De manka ab de kritiek, de manka tak de sani. Maar als het op het moment komt dat men een rationeel besluit moet nemen, dan weet ik dat ze dat ook zullen doen. En dat zal ook gebeuren. Dus u laat het aan die samenleving over om hun conclusies te trekken. Want u zegt daarnet, niet met een partij die ons terug naar die verval zal brengen, moeten we daaruit voorzichtig concluderen. Dus geen VHP en NDP? Nee, ik heb niet gezegd. Ik heb altijd gezegd, en wat NDP betreft kan ik openlijk uitzeggen. NDP mag in dit land nooit de leiding hebben. Nooit.
Elke keer dat zij leiding in dit land hebben gehad, hebben ze bewezen dat ze dit land vernietigd hebben. Dus je zou NDP nooit de leiding. Maar ik zou niet zeggen dat ze nooit in een machtscentrum zouden moeten komen. Of bestuurscentrum. Dat hoor je me niet zeggen. Ik ga geen enkel politieke partij uitsluiten. Ik zou zeggen, laat elke politieke partij als het kan, als ze draagvlak hebben vanuit die samenleving, laten ze een bijdrage leveren. Maar laat zeker de NDP geen leiding hebben in dit land. Want daar hebben we gezien, al is het Bouterse, al is het Weidenbos, al is het Simons, al is het mevrouw Bouterse, al is het wie dan ook, we weten bij voorbaat dat dit land verder vernietigd zal worden.